Ja, we hebben het natuurlijk al gehad over tafeletiket, over borden, bestek. Wat kunnen we nog meer? De glazen. Het grootste discussiepunt altijd, de glazen. Daar heb ik ook altijd het meeste, ja, geen ruzie over, maar discussies over. De stand van de glazen. Kijk, het is zo. In dit geval kun je eigenlijk zien dat we twee wijnen gaan drinken bij dit diner. Het kleinste of het eerste glas rechts, want je dekt van binnen naar buiten ook weer. En daar gaat altijd de discussie fout, want er zijn ook mensen die vinden van, nee, het moet zo, of dit glas moet hier staan. Wij redeneren zo, dit is het glas voor de hoofddrank, mm-hmm. En die komt met zijn voetje op het punt van het mes terecht. Ook weer een duimbreed of niet? Nee, dit mag gewoon op het puntje staan, een beetje afstand. Okay. Nou ligt het wel zo, kijk, en dit is dan voor het voorgerecht, dat gaat mm-hmm. waarschijnlijk een wit wijntje worden meestal. Lekker. En het waterglas, de stand van het waterglas is eigenlijk optioneel. De ene regel, etikettenregel, schrijf voor dat die aan de binnenkant staat, omdat deze het langst op tafel staat. Mm-hmm. De ander zegt van nee, die komt aan de buitenkant en die schuift mee naar binnen met iedere drank die je erbij drinkt. Nu is dit natuurlijk een vrij brede setting. In de etiketten wordt gezegd 50 tot 60 centimeter per persoon. Ben je zo aan. Zo. Nou, zo breed ben je ook weer niet, maar nee, dat is iets smaller. Mm-hmm. Ongeveer zo. Nou kun je zeggen van ja, maar dat past nooit op mijn tafel. Nou, dan is dit is toegestaan. Zolang er maar een diagonale lijn vormt tussen het glas en het puntje van het hoofdgerecht. Oh. Dan heb je dus de precieze stand en dan zou je deze inderdaad in mogen schuiven. Dan krijg je ook een setting. Ik zeg al, er is altijd een discussie en er zullen wel misschien wel mailtjes komen van nee, het waterglas moet aan de binnenkant. Mm-hmm. Ik laat het een beetje open. Ik ga zelf uit van deze optie, okay. Omdat je dit glas ook het meeste pakt en het daarmee het minste last maar heeft. Maar nou de grote vraag. De grote vraag. Daar heb je dan dames, hè? Zoals ik met lipstick, en dan wil ik wat gaan drinken. Hoe ga ik dat nou eens netjes oplossen? Ja, kijk, ik ben geen meisje, dus ik zou het eigenlijk... de etiketten schrijven voor dat je bij een diner mm-hmm. weinig tot geen lipstick draagt. Echt waar? Echt waar. Dus zoals de heren bijvoorbeeld beetje... ook geen horloge dragen. Ook niet? Tijdens de dat is niet netjes, omdat je dat dan... Dat is niet netjes, want dat zou kunnen duiden op haast. Ja. En als je uitgenodigd bent ergens, of als jij iemand te gast hebt, dan is tijd geen issue. Dus eigenlijk is de regel, dames, als je naar een diner weinig gaat, lipstick. Geen lipstick. En weinig anders als je toch op hebt, zoals ik. Nee, maar dat hoort bij je avond. Je had een tip. Was dat je? Je had een hele leuke tip over een Nee, maar dat is eigenlijk meer voor als je te veel lipstick op hebt. Maar dat zou de visagie beter kunnen zeggen. Oké. Wat wou ik nou vertellen? Ik weet niet. Wat betreft de etiketten, uiteindelijk. Mm-hmm. Kijk, dit zijn allemaal maar regeltjes. Ik heb daar voor... kijkers die het niet meer hebben kunnen volgen of niet mee hebben kunnen schrijven, die het wel leuk vinden, sturen een mailtje naar GMBR Tom op Brabant. En ik heb dan stuur ik ze een mailtje met daarin eigenlijk gewoon wat dingetjes. En dan ga ik ook wat vertellen over kleding, gastvrouw of gastheerschap, tafelsetting, want daar hebben we het nou nog niet eens over gehad. Waar mm-hmm. komt iemand te zitten? Ook nog. Er zijn heel veel. En het is misschien allemaal heel formeel, maar eigenlijk is het wel een keer leuk om een beetje koninklijk te vieren. Want het is toch altijd leuk om samen met mensen. Ja, te vertoeven. Gezellig. Ja. Doe jij dat wel eens vaak? Ja, zeg maar. Nee, ik wou graag. Is er ook een etiket tegenwoordig voor mobiele telefoons? Waar je wel en niet belt en want nou, kijk, dat is hetzelfde met. Nou, je kunt dat bijna vormen naar de moderniteit onder speeches. Een speech is iets wat je doet tussen gerecht door. Kijk, mobiele telefoons is een beetje als je horloge. Je hebt hem niet bij je, nee. Want je bent dan te gast. De hele etiketten gaat over beleefdheids- en omgangsvormen. Maar als je even goed nadenkt, dan kun je ook wel even... Kijk wat het is. Tuurlijk, want we zijn ermee opgevoed. Ja. Kijk, alles wat je zelf wil doen in de omgang met een ander... Dat is de basis van je etiket. Maar mobiele telefonie... Nou, maar ik bedoel eigenlijk meer in de trein bijvoorbeeld. Ik ja, nou, ja goed, nee, kijk, eigenlijk, die... maar eigenlijk is het een telefoongesprek... Maar dat zijn treinetiketten. Dus, ja, dat is een andere vraag. Hoort wel bij etiketten. Ja. Ja. Omgangsvormen. Nou, als mensen daar vragen over hebben, dan laten we maar naar jou mailen. Doe jij dit wel eens? Zo chic dineren? Nou, dan doet mijn vrouw dat. En dan kun je zeggen dat is overdreven. Maar als het er zo staat, zoals het er staat... en dan zie je soms niet eens... eraan af hoeveel energie erin is gaan zitten. Maar dat is wel heel feestelijk. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Dat is de belangrijkste reden waarom je het moet doen... Tot slot, er is niks leukers als mensen ontvangen... en ze iets mee te geven wat alleen al een gesprek op zich is. Ja. Mensen verrassen. En dat kun je hiermee doen.